Jij gaat de cola aanbieden. Van wie is de cola? Van wie is de cola? Wie is de cola? Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar KookTV. Wij zijn de kookfristics, Anne en... Puk. En we gaan voor de verrassing, gaan we iemand verrassen? Ja, wij gaan namelijk Lavita verrassen. Lavita is pas 15 jaar, maar volgens haar moeder nu al een alleskunner. Ze danst, zingt en acteert en spreekt daarnaast de talen Nederlands, Engels, Russisch en Nederlands gebarentaal vloeiend. En heeft een hoofdrol gespeeld in de musical Billy Elliot. Ja. En hoe verras je die nou beter? Met... de rode loper. Ja. Ze weet nog van niks. We hebben net haar moeder al gezien. Ze denken dat ze boodschappen gaan doen. Nee, winkelen. Ze gaan winkelen. Dus wij gaan nu naar haar toe. Huh? Hoi, ja, oké. Oh. We staan voor haar huis. En wat we dus gaan doen, want dat hadden we nog helemaal niet gezegd. We gaan haar verrassen met GTSC-actrice Stijn. En die gaat haar dus echt workshops geven hoe je het beste kan acteren. Maar daarna vind ik dat we nog wel iets vetters kunnen doen. Nou, misschien dat we nog een BN'tje ergens in onze telefoonboek kunnen vinden, hè? Wacht even. Eerst die rol. Oh, kut. Waar is die? Oh, nee. Oh, dank je. Ja? Klein beetje scheef, is het niet omgekeerd? Okay. Sorry. Oh, no. Tegen de camera. Oké. Okay. Lavita! Hallo Lavita! Ben je Lavita? Hoi. Ja, ik ben Lavita. Wij zijn Anne en Puk van KookFristchicks. Hoi! Van KookTV. En wij gaan jou vandaag, als je wil, verrassen en meenemen naar een hele leuke dag. Je bent een beetje overvallen, denk ik. Hè? We hebben gewoon een rode loper voor jou neergelegd. Omdat jij echt de celebrity al bent. Volgens jouw moeder kan je echt alles: dansen, zingen, acteren. En voor wie heb je dan talent? Muzikale familie, denk ik. En ja. Zou je later ook echt iets willen doen met acteren? Ja, het is wel echt mijn droom. Hey, laten we even voor het gevoel even voelen hoe die rode loper is. Ja! Lachen, smile! Oh, mag ik je handtekening? Oh, maar had jij verwacht dat wij langskwamen? Volgens mij niet, hè? Nee. Als je met ons meegaat, dan wordt het een dag vol verrassingen. Ja, dan ben je vanavond doorgebroken en zit je bij RTL Boulevard. Waarschijnlijk wel. Ga je met ons mee? Ja, zeker weten. Echt? Yay! Yeah! Yeah! En nu die ding opruimen! Oh mijn god, oké. Okay. Is dat ding hier? Ik weet niet wat hier gebeurt. Ah, maar... Ik heb mijn prijs gewonnen. Laten we gaan. Anne. En wie hebben we hier? Sybren en Wouter. De camera en geluidsman. Nou, we zitten in de auto. En wat denk je dat we gaan doen? Heb je al enig idee? Eigenlijk niet. Nee? Ik zei iets met acteren. Kijk je wel eens GTS-T? Ja, af en toe. Vind je dat leuk? Ja, het is wel interessant. Ja. Nou, daar gaan we niks mee doen, dus. En let je dan ook op hoe mensen acteren of hoe ze dat doen? Ja, ik vind het leuk om te kijken naar hoe goed is iemand is in acteren en of je zijn rol wel goed kan vertellen. En als je dan bijvoorbeeld dezelfde acteur ziet in verschillende films, dan kan je kijken of het misschien toch hetzelfde personage is, dat hij wel echt goed een ander personage kan spelen. Maar je hebt wel ooit geacteerd. Voor 2 cd's heb ik meegezongen en gedanst met Kinderen voor Kinderen. Daarna heb ik dus meegedaan in Billy Elliot als Debbie. Maar dat is echt een grote rol. Dat is de hoofdrol van de meisjes. Zeg maar de hoofdrol, jongens. Nee, je hebt natuurlijk wel Billy Elliot. En ja, daar ben je nog een beetje te jong voor dan misschien. Billy Elliot is een jongen, nee, dat gaat niet. Nee, dan moet je in transitie gaan. Hey, maar jongens, ik ga hem even neerleggen, want ik word een beetje waagziek. Laten we naar de eerste verrassing gaan. Zin in. Lalala. We zijn aangekomen bij de eerste verrassing, namelijk bij... Studio 13! Ja, Studio 13! En daar gaan wij nu naartoe. Er staat iemand op jou te wachten. En die gaat jou helpen om een stukje dichter bij jouw droom te komen. Toch? Ja, zo kan ik het eigenlijk wel zo noemen. Ik vind dat toch weer mooi gezegd. Nee. Ik ga nu acteren. Nou, laten we kijken wie achter de deur is. Helemaal niemand. Niemand! Lieve Lavita, jij krijgt een acteerworkshop van Stijn! Van GTSC Dance Dance Dance. Hoi, ik ben Stijn. Hoi. Helemaal aan het hyperventileren. Maakt niet uit. Ik ben gewoon Stijn en we gaan vandaag gewoon lekker aan de scène werken. Gewoon Stijn. Laten we gewoon doen. Ik moet ook namelijk gewoon knap, plassen en zo. Ze is knap, hè? Zo, de knetter. In echte lijven, levende lijven. Dat is zo leuk. Oh, nou, jongens, we zitten. Dat ging soepel. Hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, ik heb een scène meegenomen en die wil ik heel graag met jou lezen en spelen. Maar ik ga nooit zomaar een scène in. Wat ik heel belangrijk vind van acteren, wat ik heb geleerd, is dat ademhalen echt bij acteren hoort. Waar zit je ademhaling als je boos bent? Waar zit je ademhaling als je blij bent? En ik kreeg op school dat ik een oefening moest op de grond gaan liggen. En dan die gaan we gewoon even... Kom, we gaan even met z'n allen op de grond. Helemaal ontspannen liggen en dan zorgen dat je middelvinger en duim elkaar aanraken. Dus ga gewoon
gewoon alleen maar met je gedachten naar je ademhaling. Als je die ademhaling hebt gevonden, zorg dan dat die naar je onderbuik toe gaat, want daar zit je ontspannen ademhaling. En probeer hem nu eens naar je borst te doen, de ademhaling. Als je bijvoorbeeld heel erg verdrietig bent, ga je heel vaak heel hoog in je ademhaling zitten. Dus dan is het fijn om te weten waar die ademhaling zit. We mogen wel weer rustig wakker worden. Ik ben echt herboren. Ik ook. Ik vind dat een hele fijne manier van acteren, dat je het uit je ademhaling haalt. Want je hebt ook nog manieren dat je het uit je verleden moet halen. Bij soap vind ik dat lastig, omdat je dan eerst heel diep moet graven om pijn te voelen. Terwijl als ik een hoge ademhaling inzet, als je heel dat gaat doen, ga je op een gegeven moment wordt het vanzelf een soort van snik van een huil. En heb je wel eens een keer gehad dat je emotioneel moest worden in een scène, maar dat je merkte dat het gewoon niet lukte? Dus ja, zeker. Moet je huilen omdat je een telefoontje krijgt, maar er gebeurt niks aan de andere kant van de lijn, dus dat moet je dan zelf opwekken. Nee. Laten we het even proberen, Puk. Puk. Ja, Ludo. Ik ben niet je vader. Hey, maar ik heb een scène meegenomen. Het lijkt me leuk om die even te lezen. En deze is op tv geweest. Ja, zeker. We hebben hem alleen een klein beetje verbouwd. Malou zit aan tafel. Chris loopt naar haar toe en geeft haar een blikje cola dat ze aan haar mond zet. Wij zitten even buiten, want we zijn binnen een theaterworkshop in volle gang. En wij zijn eventjes door onze contacten gegaan. En we denken dat we wel iemand leuks in gedachten hebben voor Supreme. Ja, ik denk dat La Vita dat erg gaat waarderen. Ja, ik denk het ook. Mogen we één keer figurant spelen? Zeker. Dat lijkt me nou echt leuk. Dus dan gaan wij gewoon heel droog door de scène heen lopen. Snap ik bedoel? En dan mogen wij niet afgeleid raken. Had je niet gedacht, hè? En ik wou hopen dat de ziekte jou wel even rustig zou houden. Nou, dank je. Ik heb een cola. Voor wie was de cola? Voor mij. Oh. Wat ik je lief vind. En bedankt, talent. Ik ga optreden. Heeft iemand geld? We gaan het nog een keer doen, maar je mag niet afgeleid worden door wat er ook gebeurt. Hij staat hier ergens. Ik weet niet waar die is. Oké, het plan is dat we zo meteen nog een keer gaan figureren. En in plaats van dat wij met z'n tweetjes gaan figureren, Buk en ik, gaat Tim figureren met ons. Ik hoop dat ze het dan niet meteen door heeft. Spot! Oké, okay, we hebben hem gevonden. Super fijn dat je er bent, Tim. Echt top. We hebben het al een beetje uitgelegd. Ja. Jij gaat dus zo meteen naar boven met ons. Okay, ja, ja. En je gaat figureren. En ze weet nog niks. Ze weet helemaal niks. Jij gaat de cola aanbieden. Hallo, hier is je colaatje. Ja, hier is je cola. Van wie is de cola? Van wie is de cola? Van wie is de cola? Oh, mijn jongen. Had je niet gedacht, hè? Nee, en ik maar hopen dat de ziekte houdt hem wel even rustig. Wil je een colaatje? Nou, lekker. Ja? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dankjewel. Door jou wil ik nog meer zingen. Met een koekje? Oh, lekker. Ja? Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Dankjewel. Alsjeblieft. Wilt u ook? Kom! Ah! Oh nee, ze doen nog aan! Hoe is het? Zeg je nou zo in je rol? Zag je het niet? Of jawel, ik zag het wel. Alleen ik was... Je was focused. Ja, toch. Je zit helemaal in het moment. Hey, zou je het leuk vinden om met Tim te spelen? En dan met de echte romance. Stilte op de set! Scène 1, take 2, in 5, 4, 3, 2. Had je niet gedacht, hè? En ik mag hopen, de ziekte houdt het vandaag wel even rustig. En wacht maar tot ik weer topfit ben. Je zal zo trots op me zijn. Dat ben ik al. Voor wie was deze cola? Voor mij. Dank je wel. Dat ben ik al. Oh ja, waarom? Als je lief bent. Niet. Sportief. Stoer. En mijn zangtalent. Ook. Zeker. Ik word beroemd, weet je. En dan heb ik heel weinig tijd voor jou. Want ik moet optreden. In Rusland. En in Cuba. En natuurlijk in Tokio. Maar je bent al beroemd. En beroemdheid. Fame is niet alles, hè? Ik ben zang. En door jou wil ik nog meer zingen en nog meer dansen. En dan niet, je bent goed zoals je bent, maar echt doorbreken. Ja, dat zeg je. Goed. Ga je hem uitdagen? Vond je het? Nou, ik vond het eigenlijk
echt heel erg geweldig. Heb je er veel van geleerd? Mm-hmm. Nou, Stijn, super bedankt. En jij natuurlijk, Tim, voor je ontzettend mooie ogen. Had ze talent? Jazeker. En vooral de tekst die in één keer gewoon in de hoofd zitten. Dat was echt, ja. Dat super goed. Echt heel bijzonder. Het was echt heel erg leuk en het was echt gezellig met jullie. Tof. Hey, ja. Willen jullie nou ook zo leuk verrast worden? Laat het dan even weten in de comments. En natuurlijk even laten weten wat je van dit filmpje vond. Vergeet niet te liken en te abonneren. Share. Ja! Ja!